De leefbaarheid, je kan de waas mee opvangen, het is geluiddempend, het siert de straat. Ja, wat wil je nog meer? Een geveltuintje is eigenlijk heel eenvoudig. Een tegel eruit, groen erin. Ik vind het fantastisch om eindelijk een groene straat te krijgen. Ja, we doen het samen met de bewoners. Dat was mijn wens om wat bloemen te kunnen krijgen voor mijn deur. Dit is echt iets wat je met de buurt moet doen. Dit moet je absoluut niet alleen willen. Dit moet ook gedragen worden door de straat. Iedereen moet daar ook zin in hebben en het ook leuk vinden. Want dan gebeurt het ook gezamenlijk. Anders lukt het niet. Ik heb alleen maar positieve reacties gehoord. En van mijn buren van mijn blok en aan de overkant ook. Want die kijken ook daarnaar en dat vinden ze heel leuk. Ja. Want dan heb je oud-bewoners met nieuw-bewoners die eigenlijk naar elkaar kijken van wat gebeurt hier nou? En misschien triggert dat om aan de overzijde ook iets te gaan doen, maar dat weten we nog niet. Dat laten we aan de bewoners over. Ja, er komen heel veel geveltuintjes. Hebben we een waterprobleemopvang? En hoe doe je dat? Het begint al met een geveltuintje. Het begint met je straat te vergroenen, maar dat doe je ook in een achtertuin om proberen toch het water op te vangen voor de grondwater. Want het is belangrijk. Kijk maar hoe belangrijk het nu is met het warme weer. Dan missen we toch dat extra water. De tegel eruit en een plantje erin. En dat gaat door de hele wijk, door de hele stad gaat dat heen nu.